Want wederom een oproep om het OMT uit te breiden. En dit keer een oproep vanuit de farmaceutische industrie. Deze ochtend in het AD een oproep van Mark Kaptein, de medisch directeur van Pfizer Nederland. Hij zegt: betrek nou bij dat OMT, dat Outbreak Management Team, niet alleen de mensen die er nu in zitten, maar ook mensen uit de farmaceutische wereld. Hij pleitte daar eerder ook al voor bij ons in de uitzending, maar sindsdien is er weinig gebeurd en dus komt hij nu opnieuw met die oproep. Volgens Kaptein zouden toekomstige pandemieën beter bestreden kunnen worden als er farmaceuten aan tafel zitten. En hij zegt specifiek ook in de krant, dat bedoel ik niet de commerciële mensen van een Pfizer, maar echt de inhoudelijke deskundigen. Hij zegt dat op die manier het vaccinatietempo hoger kan, omdat zij natuurlijk weten hoe je dat ook zou kunnen doen. Nou, demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge, die merkt op dat de vaccinatiecampagne, waar de farmaceuten een belangrijke rol spelen, niet de verantwoordelijkheid is van het OMT en dat dat dus geen zin zou hebben. Oké, Mark, ja, deze oproep gaat dan specifiek over farmaceuten, maar we horen het ook dat er het OMT uitgebreid moet worden met economen, met psychologen. Ja. Ik dacht, lijkt eigenlijk niet naar geluisterd te worden. Ik dacht, Welmoed gaat een leidende vraag stellen. En dit is hem. Ik ben het helemaal met je eens. Nee, er moeten ook economen, ook sociologen hebben. Natuurlijk de hele discussie over de jongeren die zich eigenlijk hartstikke goed gedragen om de ouderen te beschermen. Dus ja, de volgende keer zou ik wel pleiten voor een wat grotere club. Ja, toch wordt daar al vaker naar gepleit. Maar lijkt daar niet echt animo voor te zijn, hè? Vanuit de mensen die aan de macht zijn als het gaat om het coronabeleid. Nou ja, wat je moet doen is denk ik kijken, wat voegt het toe als je mensen zou toevoegen aan het OMT? Nou, zoals hier, we horen dat die hele vaccinatiestrategie in de campagne, die wordt elders bepaald. En dat is niet bijvoorbeeld door het OMT. Dus je moet heel goed kijken wie praat waarover mee. Maar dat je al die expertise wel moet gebruiken. En dat wordt ook natuurlijk wel gedaan. Dat is volgens mij evident. En als je eenmaal, als we met elkaar die eindstreep hebben gehaald van deze ellendige crisis. En we gaan ook terugkijken, wat kunnen we allemaal van leren? Dan kun je dit soort dingen natuurlijk ook meenemen. Van Dissel zei, ik geloof dit weekend in het AD, dat dat ook moet. Dus de grote, de man, de goeroe die ons doorheen leidt, die geeft nu zelf ook aan, volgende keer misschien toch economen en sociologen ingooien. Maar volgende keer, dat is wel, ik vind dat een beetje vreemd. Nou ja, we hopen natuurlijk dat er nooit meer zoiets gebeurt. Maar wat we wel hiervan leren is dat je er wel op voorbereid moet zijn. Dus dat je wel moet en terugkijken, wat kunnen we hier allemaal nog van leren? Wat we ook gaandeweg doen. Het is niet dat we niet elke dag proberen te leren van de dag ervoor. Maar dat je ook voorbereid bent. Dat je ook zorgt dat je flexibel bent in Nederland, in Europa. Dat je die mondkapjes hier kunt maken. Dat je veel sneller kunt schakelen. Dat zijn natuurlijk wel de lessen die we niet op zijn moeten. Maar zou het Kamerlid, we zitten hier met een Kamerlid. Zou het Kamerlid zeggen van, ik eis dat? Dat zo'n OMT ook wat meer breder wordt, dat de Kamer dat kan eisen. Vraag me dan af. Nou, we hebben met elkaar debatten erover. Dit voorstel gaat nu over de farmaceuten in het OMT. We hebben net gezien en gehoord dat die vaccinatiestrategie niet in het OMT wordt besproken of die daarover gaat. Dus je moet wel op die manier zinnig naar kijken. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel ergens een klein beetje flauw. Want dan heb je het over de verschillende groepjes die waarover gaan. Maar overkoepelend commentaar ook van Mark Kaptein vaker al is dat ze vinden dat er te weinig naar hen geluisterd wordt. Zij voelen zich niet gehoord, terwijl zij toch de deskundigen zijn. Ja, maar dat is een heel ander en wat mij betreft een heel terecht punt, dat je kijkt, hoe kan ik al die expertise die er is op allerlei terreinen, hoe kan ik die wel gebruiken en inzetten? Ja. En dat is wat mij betreft absoluut een onderdeel ook van die evaluatie straks. Hoe hebben we dat ingericht? Was dit op deze manier wijs? Had dat beter gekund? En hopelijk komt er niet een volgende pandemie. Maar als die er komt, moeten we daar van deze lessen ook hebben geleerd. Ook hoe wat we wel goed hebben gedaan, wat beter kon. Ja. Zodat je op het moment dat je er weer misschien in deze ellende zit, dat je veel sneller kunt schakelen. En daar is de hele wereld mee bezig. En terecht Nederland ook.